Matige intelligentie, een songfestival-hit schrijven. Er is er natuurlijk maar één manier om daarachter te komen. Een Eurovisie Songfestival organiseren voor computers. Bij ons in de studio een afvaardiging van Team NL, datawetenschapper Janne Spijkervet en muziekwetenschapper Ashley Bourgogne. En aan de telefoon niemand minder dan Willy Wartaal. We horen hem al, bekend van de jeugd van tegenwoordig. Welkom. Goedenavond, Willy. Ben je daar? Goedenavond, man. Goedenavond. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het bij jou? Heel goed, heel goed. Ja, zeker. Lekker bezig. We komen zo bij je, Willy. Ja, want Janne, om even met jou te beginnen als datawetenschapper. Een Eurovisie Songfestival voor computers. Even uitleggen, neem even mee in jouw wereld. Ja, dus wat we doen is met AI-technologie, met kunstmatige intelligentie, proberen wij hier een nummer te maken. Ja, oké, okay. Ja. Dat is zeg maar, dat, zover was ik ook nog gekomen. Ja. Maar ik zie een computer voor me, jij zit daar dan voor of erachter, ik weet niet hoe je het zegt. En dan? Ja, dus wij programmeren daarvoor voor code, dat klopt. En met data analyseren we dat en daar proberen we iets van te maken. Ja, want de data is jullie ter beschikking gesteld. Wat is dat voor data? Ja, dus dat is een dataset die de VPRO eigenlijk in handen heeft gekregen. Met allemaal 250, volgens mij, Euro Songfestival liedjes. Ja. En die worden door ons algoritme eigenlijk geanalyseerd. Maar hoe ziet dat eruit, zo'n dataset? Nou, je moet je voorstellen dat het is een soort notenschrift, maar dan in computerformaat. Ja. Oké, okay, notengeschrift in computer. Dus dat is allemaal helemaal nulletjes en eentjes. Ja, eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, ik begrijp er dus helemaal niks van. Wat is dan precies jouw rol binnen het Team NL? Want het is een co-productie met elkaar. Ja. Willy zit helemaal aan het einde in het proces, hè? Ja. Waar zit jij? Ik zit in de muziekgeneratie. Dus het genereren van de muziek en het genereren van de lyrics, de tekst. Oké, okay, dus die komt ook uit de computer? Die komt daar ook uit, ja. Wauw. En kan de computer een beetje programmeren of een beetje lyrics? Ja, dat is fantastisch gek natuurlijk. Dat slaat soms helemaal nergens op, maar dat is ook hartstikke leuk. Nee, wat is de meest gekke zin die je eruit hebt gekregen? Oh, die zal ik zo even erbij pakken. Oké, dan ga je het even opzoeken. Ga jij even zoeken, want als je het over gekke zinnen hebt en gekke taal en gekke muziek, ja, dan kom je al heel snel bij Willy Wartaal uit, toch, Willy? Dat neem ik als een prachtig compliment. Ja, ik ben fan. We kennen je van de jeugd, hè? Maar ben je ook dan fan? Want ik kan me haast niet voorstellen, want het is bijna niet te combineren. Maar ja, de gekste dingen gebeuren. Hou je van het Songfestival? Nee, helemaal niet. Ik heb er echt helemaal niks mee. Dus toen ze jou vroegen, dacht je, nou, dit is niks voor mij. Nee, toen dacht ik juist meteen van, ja, dit lijkt me heel sick. Het lijkt me echt wel heel tof om op deze manier een heel specifiek nummer te maken, weet je wel. En omdat het, ja, ik heb wel echt het gevoel dat ook in de muziek dit de toekomst gaat zijn. Mensen willen helemaal niet zelf dingen maken en dingen doen. En iedereen gaat voor gemak. Dus uiteindelijk gaan ze ook liedjes voor zich laten maken. Maar wacht even, voelt dat dan niet heel erg lui? Ja, maar dat is de mens toch gewoon. Ze willen toch, we noemen het gemak, maar we zijn gewoon lui. Ja, kijk, maar jij bent ook artiest. Jij wil creëren toch ook? Je wil maken. Ik wil heel graag maken, maar het is wel zo dat omdat er soms vindt er gewoon een ingrijpende verandering plaats. En dan is alles anders. Maar dan moet je wel mee, snap je? Mm-hmm. En dit is wel iets waar je mee vooruit kan? Ik denk dat dit... Ik denk dat ik er sowieso zelf heel veel aan ga hebben. En het lijkt mij wel echt heel tof om mijn eigen AI-huisdiertje in mijn computer te hebben om daar muziek mee te maken. Nou, je zit in ieder geval dicht bij het vuur, hè, met dit Team NL. Ashley, jij bent muziekwetenschapper. Combineert dan de kennis, je maakt analyse, hè, eigenlijk, van wat die computer heeft bedacht? Of? Ja, dat klopt. Dus met AI krijg je niet alleen één liedje, maar heel veel mogelijke liedjes. En dan moet je even beslissen welke is de beste. Ja. Dus op basis van eigenlijk dezelfde dataset, kijken we, is het mogelijk om de winnaar te voorspellen? Weten we wat is een goed Eurovisie liedje en wat niet? En jullie hebben al die Eurovisie liedjes eigenlijk in die computer gestopt. En dat klopt. En daar komt dan het beste liedje uit. En daar komt het beste liedje uit. Dus we weten niet alleen wat voor liedjes waren er, maar we hebben ook natuurlijk de scores. En niet alleen in totaal, maar ook per land. Wat zijn de scores? En dus wat we willen weten is, oké, is er een trucje? Is er één bepaalde melodie die zo goed is, dat hij zeker een Eurovisie winnaar gaat worden? Maar die is het toch niet? Want je ziet natuurlijk, laten we zeggen, de ene keer wint een heel gevoelig liedje. We hebben die hardrockers gehad uit Finland. Nou, we hebben Duncan Lawrence dan nu gehad. Het zijn
drie, even om die maar even bij de kop te pakken, drie totaal verschillende liedjes. Er is toch niet één songfestival liedje? Ja, aan de ene kant wel, maar als je kijkt zeer goed naar de laatste 5 jaar bijvoorbeeld, je ziet dat zelfs het liedje uit Israël eigenlijk vrij melodisch en ander, er is een soort schil dat zeer gek was, maar onder schil, zie je dat het eigenlijk ook een gewoon popliedje is met een goede melodie, echt een meezinger in een bepaalde zin. En dat weer is eigenlijk vrijwel dezelfde. Het is een songfestival, wat goed is te zingen, wat goed is te herinneren, is altijd een goed Eurovisiefestival liedje. Ja, laten we eens even naar de man in het gezelschap gaan die als enige, denk ik, van ons allemaal nummer 1 op zijn naam heeft staan. Willy, want hoe maak je een hit? Ik weet het echt niet, man. Hé? Ja, moeten we toch naar de wetenschapper? Ja, zeker. Nou, ik denk dat als je als artiest zegt dat je weet hoe je een hit maakt, dat je dan gewoon liegt. Want het is namelijk, ik weet het niet. Soms heb je nog, je hebt wel eens dat je een nummer hoort en zegt, wauw, dat is een hit. En dan wordt het een hit. En soms heb je ook wel gezegd, wauw, het wordt een hit. En dan wordt het geen hit. En soms zeg je, nee, dat is echt geen hit. En dan wordt het wel een hit. Je weet gewoon niet hoe het, maar je weet wel wat mensen leuk vinden. En je weet wel dat er bepaalde patronen zijn in hoe mensen naar muziek luisteren. Dus je kunt je daar wel een beetje door laten leiden. En ik denk wel dat je dan meer kans maakt op een hit. Ja, zometeen gaan we even met jou jouw favoriete songfestival hit bespreken. Terwijl je helemaal geen fan bent. Maar eerst gaan we even naar Jan Sint van Zuiden bij Tottenham tegen Leipzig. Ja, kijk dat. Want de bal ligt op de stip. Een penalty voor Leipzig na een domme, lompe overtreding van Ben Davies. Die trekt aan de noodrem, krijgt daarvoor een gele kaart in het strafschopgebied. Het is een overtreding op Konrad Leimer die er doorheen dreigt te breken. Maar het is meer bijna onkunde dan dat hij het echt bewust doet, die Davies. Hij baalt als een stekker natuurlijk, die verdediger van Tottenham. Maar dit is nu de kans voor Leipzig om op een 1-0 voorsprong te komen. Leimer is een beetje geblesseerd geraakt bij die overtreding. Die wordt nu het strafschopgebied uitgeholpen door de verzorgers van Leipzig. En Timo Werner staat klaar om die penalty zo dadelijk te gaan nemen. 20 keer scoorde hij al in de Bundesliga. 3 keer dit Champions League seizoen. Timo Werner, hij staat nu tegenover Hugo Lloris. De ervaren keeper uit Frankrijk. Die keeper van Tottenham Hotspur. 33 jaar is hij tegenover Werner. Het 23-jarige talent uit Duitsland. Hij krijgt nog even aanwijzingen. De keeper van Çakır, de Turkse scheidsrechter. Blijf op de lijn staan als je te vroeg komt. De VAR kijkt mee en dan wordt hij gewoon overgenomen mocht je hem tegenhouden. Nou ja, dat zijn dus de waarschuwingen aan het adres van Lloris. Daar komt die penalty, die gaat gewoon binnen. Timo Werner, hij schiet Leipzig op een 1-0 voorsprong tegen Tottenham na 57 minuten. Ja, en hier in de studio bespreken we of we met Artificial Intelligence de ultieme Songfestival hit kunnen creëren. Team NL hier bij ons aan tafel en ook aan de telefoon. Ja, laten we eerst maar eens even luisteren naar dat ene liedje wat jou betreft het favoriete Songfestival. Ja, en ook in de studio wordt er lekker mee bewogen, niet mee gezongen. Willy, dit is jouw favoriet. Waarom is die zo goed? Ik ken natuurlijk helemaal niet al die nummers. Maar ik wist wel dat ABBA mee heeft gedaan aan het Eurovisie Songfestival. En ik vind wel dat zij, die hebben wel hele goede muziek geschreven. Dus vandaar dat ik dit nummer heb gekozen. Maar het is wel grappig, want ik wist ook niet dat het Waterloo was. Maar Waterloo is wel zo'n woord dat je dan weet van, hey, er is iets mee. Mm-hmm. En het wekt meteen een soort van gevoel bij je op. Het klinkt gewoon leuk. En ze hebben gewoon, en hun arrangementen zijn altijd verrassend op een bepaalde manier of zo. En het is gewoon catchy. Ja, en Willy, jij hebt daar niet, je zegt, ik weet niet hoe je een nummer 1 hit maakt. Maar heb je dan wel het gevoel als jullie met z'n allen in de studio bezig zijn dat je denkt, als er dan iets ontstaat, je denkt, wow, weet je, dit is wel echt goed. Dit kan hem wel worden. Ja, tuurlijk. Maar meestal is dat hem bij ons niet. Nee, dus Sterrenstof, voor mij een van jullie grootste hits. Daar dachten jullie niet van, dit wordt nummer 1. Nee, dat was precies het nummer waarvan wij allemaal zoiets hadden van, nee, dit is niet het nummer waarmee we weer terug moeten komen met het nieuwe album. En welk nummer dacht jij dan? Dat zou worden? Wij dachten Sexy Beesten, maar ja, dat ken jij waarschijnlijk niet. Zeker wel, ja. Is het echt een kenner hiernaast, hoor, Willy? Ik heb niet al jullie platen, maar toevallig wel die twee. Ja, nou, wij dachten dat dan een soort van, maar nu achteraf, de manager had gewoon gelijk.
Ja. Ja, of je had misschien eerder moeten aankloppen bij Ashley. Want jij bent dus de muziekwetenschapper ook in Team NL. Jarenlang heb je onderzoek gedaan. Niet alleen met de dataset van de VPRO, maar veel, veel breder. Kun je voor ons samenvatten wat nou een hit tot een hit maakt? Want er zijn dus overeenkomsten. Ja, we kijken altijd niet alleen naar een hit van vandaag, maar eigenlijk wat is een liedje dat je zelfs 10 jaar later goed gaat herinneren. Ja. En we merkten dat zelfs belangrijker dan je zou denken, is melodie. Melodie is belangrijker dan letterlijk alle andere aspecten. Zelfs ritme, iedereen wil mee bewegen, maar toch is het letterlijk een catchy tune. En je wilt een tune met een beetje herhaling erin. Dat is misschien geen verrassing. Nee. Je wilt niet te veel begeleiding de eerste keer. Je wilt dat je sterk, sterk indrukken van de vocaal en alleen de vocaal hebt. En je wilt ook dat het niet te gek is. Je wilt dat de melodie eigenlijk vrij gewoon is. Hoe meer het voelt binnen de conventies van popmuziek, hoe makkelijker is het jaren later te herinneren. Oké, maar dat is niet direct wat er gebeurt, toch, Willy? Nee, helemaal niet. Maar je hebt ook wel vaak... Je hebt ook wel gewoon af en toe een uitzondering op de regel, ja, toch? En, dat is dan ook alweer. Ja, precies. Dus het is gewoon... Het is geen rocket science, maar het is wel moeilijk. Ja. Ja, misschien dus toch. Janne, jij hebt ook conservatorium gedaan, hè? En dat is kennelijk dan toch misschien nog nodig... om met die artificial intelligence aan de slag te gaan? Ja, moet je muzikaal zijn? Het is wel handig, denk ik. Ja? Ja, om te kunnen een beetje te kunnen interpreteren wat zo'n machine eigenlijk aan het maken is. Ja, en om zelf iets mee te doen. Ja. Ja. Het computerprogramma is nog niet helemaal klaar, hè, maar we kunnen wel iets laten horen. Ja, klopt. De Nederlandse inzending, een stukje. Nou, dit gaan we vaker draaien op Radio 1, toch? Dit is de basis. Dit is de basis, ja, klopt. En Willy, heb jij er al overheen gerept? Nee, nog niet. Maar dat gaat. Er moet ook nog. Ik ben ook nog door allemaal teksten heen aan het spitten. En aan het kijken wat er allemaal uit te halen valt. En ik wil het liefst zo'n lang mogelijke tekst. Die dus in zijn geheel uit die computer is komen. Het liefst wel, ja, het liefst wel. Het liefst heb ik gewoon echt. Een stuk van 8 maten en een stuk van 16 maten. En misschien nog een stuk van 4 maten of zo, waar ik gewoon mee kan spelen, weet je wel. Ja. Maar dat moet ik gewoon nog vinden, man. Ja, dat snap ik inderdaad. Maar we hebben wel een fragment van jouw stem. Ik heb het een paar keer geluisterd. Ik heb geen idee wat ik daarmee aan moet. Maar luister even mee. Ja. Ja, mensen, er is niks mis met uw toestel. Dit is Willy Wartaal door de wasmachine zonder gehaald. Zonder effecten. Ja, dit is Willy Wartaal zonder effecten. Ja. En Janne, vertel eens. Wat horen we hier? Ja, wat hier gebeurt. Ik heb het systeem niet zelf gemaakt. Dat is een ander teamlid. Niet om het af te kraken, maar dit is een eerste versie. Ja, nou, gelukkig maar. Wat er eigenlijk gebeurt is dat... wat er dus gebeurt is dat een systeem eigenlijk leert... wat ongeveer een zangstem is. Ja. Hoe je daar een melodie ook van kan maken. En dat je ook iemand anders zijn stem of zijn of haar stem kan voorgebruiken. Dus je kan ook, Willy Wartaal kan je door dat systeem halen met ook een tekst daarbij. Nou, nu horen we nog geen tekst, maar dat komt dus wel in ons nummer. Maar je zou ook jullie stem daar doorheen kunnen halen. En dan heb je opeens een zingende... Jeroen en Henk, ik hoor een duo. Dus, ja hoor. Wie weet. Ja. Nou, nee, ik geloof niet dat het voor iemand nodig is. Hoor. Door zo'n vocoder, dan lukt het misschien nog. Ja. Ja. Autotune, laten we daar beginnen. Ja. Dan toch even nog die zin, want jij was op zoek nog naar de zin, de meest gekke zin? Of vraag ik nu, overval ik je er weer mee? Ja, alweer. Oh, Oké, nou ga ik even zoeken, hoor. Even zoeken. Ja, Willy, hoe is het voor jou om jezelf op deze manier te horen? Of is het niet anders dan normaal? het is, ja, ik weet het niet. Ik moet gewoon, ik snap wel wat er is gebeurd of zo. Ik snap de uitkomst. Dus ik vind leg het eens even aan mij uit als leek, want ik begrijp het echt niet. Want het klinkt echt, wat Jeroen zegt, alsof mijn radio stuk is. even kijken. Je stem wordt dus eigenlijk in stukjes geknipt. Op verschillende soorten manieren. Dus in volume, maar ook in toonhoogte. En dat gaat hij dan opnieuw genereren. Door gewoon met wat ik heb gedaan, daar weer iets anders van te maken. En ik hoor gewoon
Het is heel gek, maar het lijkt gewoon alsof ik kan horen hoe zo'n computer denkt. Het is echt heel gek. Wat er gaande is. Ja, maar er moet nog wel eens het nodige gebeuren. Want er is dus nu een soort van basismuziek. Jij bent door die teksten aan het gaan. Wanneer moet het afstaan? Ik heb geen idee eigenlijk. Ja, ik las iets van 12 mei moet het gepresenteerd worden. Dan moet het er echt zijn, dan gaat de jury er naar kijken. Nou ja, dat is denk ik wel te halen. Maar ja, eigenlijk hadden het een week eerder al klaar is of zo. Ja, dat had hier op Radio 1 kunnen draaien. Ja, precies. We kunnen er een hit van maken. Het lijkt me wel sick. Het lijkt me wel heel sick, ja. Laten we dat doen inderdaad. Is het bij deze afgesproken? Okay. Is het een hit? Als het een hit is. Ja, dat bepalen jullie. Ja, toch? Ja, de vraag die er dus overheen gaat, de bovenlicht is eigenlijk, kunnen computers, kan AI, kan het muziek maken? Kan het hits maken? Ja. Gaat dat echt gebeuren? Ik denk het wel, man. Want ik denk dat muziek maken nog wel een van de makkelijkere dingen gaat zijn. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat het niet zo moeilijk is. Ik denk dat computers dat op een gegeven moment gewoon doorhebben, man. Ja, je denkt niet dat het toch een soort van intelligente kunstenaar die met rare kronkels, zoals jullie met z'n vieren bijvoorbeeld, dat die nodig zijn om iets anders te maken dan je zou verwachten. Is het niet te voorspelbaar, denk je? Nee, ik weet het. Ja, ik denk, het wordt ook door mensen gemaakt, hè. En als mensen het gewoon op de juiste manier programmeren, en mensen hebben al heel veel dingen op de juiste manier geprogrammeerd, dan komt het wel goed, man. Nou, dat is alvast heel goed. Janne, nog even een klein stukje de tekst die het niet gehaald heeft. Die het zeker niet gehaald heeft? Ja. Alright, daar komt hij. Geef me je geld, dat is de funk. Ik heb het geprobeerd. Ik heb wauw, maar ik ben niet down met de hele bom. Nou, ik vind het wel heel erg bij jou passen, Willy. Het komt ook omdat ik heb mogen kiezen wat er allemaal in het potje gegooid werd. Dus we hebben gewoon alles wat gewoon eigenlijk gaande is in Nederland, nu hebben we er ook ingegooid. Ja, heel goed. Succes richting die 12e mei. Dan weten we meer of jullie geworden hebben. En in die tijd, die kant op, gaan we jullie allicht nog wel vaker spreken. Dank dat jullie er waren. En succes, jongens. Yes, thanks, man. Fijne avond. Dank je.